Wat voor mij persoonlijk heel belangrijk is van het huiscomponistschap bij het KCO, is dat ik kan voortzetten wat ik al jaren doe. Ik componeer namelijk bijna nooit meer een zelfstandig losstaand stuk. Al mijn stukken zijn onderdeel van een groter geheel. Maar wat vooral zo spannend is voor mij, is dat ik de laatste 10 jaar mij voornamelijk heb toegelegd op het maken van orkeststukken. Ik voel mij heel erg een orkestraal componist. You know, Gustav Holst wrote The Planets. I took it a more modest approach. I'm writing The Continents. And I started with the last continent, which is Antarctica. Ik heb die ronde vorm van de gashouder in tijd benut. In die zin dat er 12 slagwerkers in het orkest zitten. Alleen die staan niet op het podium. Die staan aan de rand van de gashouder, tegen de muur. Dus je hoort, iedere 5 seconden hoor je een slag op een klok, op de volgende klok. En dat gaat zo helemaal om het publiek heen. I don't mind if it's below 72, because now when the Bruckner kind of just a boom, 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 it's too much. It should be really broad, like, you know, like a Bruckner symphony. I think it's great that the Royal Concertgebouw Orchestra is doing projects like this, commissioning new pieces, organizing events like this, bringing the music to new venues, that's also interesting. But really being active in the field of the culture of our time, actually. It's not about music only, but it's communicating with the artists of today. And I think it's enriching. And I always consider it as a privilege to be communicating with living composers, because that's really the source of information. It's always been like this. So we're part of the chain, you know, a long development. Amerikaanse componist Morton Feldman heeft ooit gezegd: componeren is eigenlijk heel simpel, want het is vergelijkbaar met wanneer je meubels in een kamer zet. En als je te veel meubels hebt, dan heb je een probleem. Dus als je te veel meubels hebt, dan kan je 2 dingen doen. Je kan of het raam open doen en een aantal meubels eruit gooien. Of je huurt of koopt nog een kamer erbij en nog een kamer erbij, zodat je je meubels over verschillende ruimtes kan verdelen. En dat is wat ik doe. Ik heb ontdekt dat mijn ideeën vaak zo veelomvattend zijn dat ik dat niet in 1 stuk kan vatten. Dat het beter is om dat over meerdere stukken te spreiden, die dan ook in verhouding tot elkaar staan. En omdat ik nu een meerjarige samenwerking met het orkest heb, geeft me dat de mogelijkheid om, nu ik een serie ben begonnen over de continenten, om eerst na te denken over hoe ik Antarctica kan verbeelden. En het volgende stuk mag ik geloof ik al verklappen. Dat gaat over Azië.